wens jullie allemaal van harte welkom bij deze officiële opening van het jaar van Ithaca. Dit is het tweede jaar. Vorig jaar hebben we een pilot gedaan en voor dit jaar beginnen we met een officieel jaar. We zijn al 2 maanden bezig. Ook een welkom aan alle oud-leerlingen die ik zie van vorig jaar. Ontzettend leuk dat jullie gekomen zijn. De wethouder, Jeroen Krijkamp, van harte welkom op de ISK. Kom maar hier. Wat is jouw doel, jouw droom? Ik wil eigenlijk arts-chirurg worden. En ik moet eigenlijk VVO hebben. Ik wil niet de hulp van de dokter worden, maar ik wil de echte dokter worden. Dat is meneer met ambitie, hè? Ja. Waarom bent u hier? Ik ben hier om met de jongeren in gesprek te gaan. Vanuit de gemeente steunen we dit project, deze school, enorm. Hoe doen jullie dat? Nou, wij ondersteunen de school ook met financiële middelen. We ondersteunen de school met samenwerken in projecten. Want ik vind het erg belangrijk dat deze jongeren verder kunnen leren. Wat is jouw droom? Jouw doel? Ook een dokter, omdat ik kan helpen mensen. En mijn vader en mijn moeder zijn dokters. Ah. En ik moet hard werken, omdat het kan niet zo alleen dokter worden. Moet je hard werken en gaan naar de universiteit. En Ithaca help je sneller naar een andere school dan je gaat naar de universiteit. Ithaca, dat zijn 2 klassen nu die we hebben. Dat zijn kinderen die nadat ze de hele week al op school zijn, op 2 middagen nog extra tussen 4 en 6 lessen krijgen in extra woordenschat, extra lezen, onderzoek doen, academische vaardigheden. Op een wetenschappelijke manier naar dingen kunnen kijken. Daar is Ithaca voor. Het zijn leerlingen die eigenlijk direct uit het buitenland komen en het heel prettig vinden om in een veilige omgeving te zijn. En dat merk je ook. Hè? Ze komen heel angstig binnen en na een paar weken dan zie je ze al van hé, we hebben hier vrijheid. Ik wil graag een arts worden ook. Okay. Iedereen wil bijna arts worden hier. Mooi. Wat vind je leuk aan die school? Nou ja, leraren en samenwerken is het belangrijkste hier. Dat vind ik ook leuk. En met allemaal kinderen in de klas. Waarom ik docent ben op deze school is omdat wij hebben een heel speciaal soort leerlingen. We hebben leerlingen die een tomeloze ambitie hebben om beter te worden. En om snel beter te worden. Het Nederlands leren is ontzettend moeilijk. Maar wanneer je zo'n instelling hebt, dan zie je dat je binnen een jaar, want deze kinderen zitten, de meeste zitten nog geen jaar op school, sommigen iets langer, al zo ontzettend veel kunt leren. En dat is heel bijzonder. Gefeliciteerd, hè? Wat is het voor u om zo'n school te hebben? Dat is een feest. Ja, dat is een feest. Dat is geweldig. Wat maakt het feestelijk? Nou, wat net ook al die docent zei, hè? Deze leerlingen die zijn zo ambitieus, die willen er wat van maken. Er zijn ook wel veel dingen uit hun verleden die dat tegenwerkt. Hè. Ze hebben natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Geen van die kinderen is vrijwillig uit hun eigen land vertrokken. Daar hebben ze nooit voor gekozen. En verder doen we ons stinkende best om gewoon heel goed onderwijs te geven aan die kinderen. Het is leerzaam en je leert veel dingen. En ik hou van te leren. We hebben ook heel veel artsen nodig in Nederland. Hè. We worden allemaal steeds ouder, dus we moeten goede zorg hebben. Dus ik denk dat het heel goed voor Nederland is ook dat zij hun opleiding snel kunnen gaan afronden. En wat bij gaan dragen in Nederland als arts.